Jaron, jij bent deskundige, jij bent socioloog en je bent ook deskundige op het gebied van complotdenken. Dat klopt. Ja, je bent zelf geen complotdenker, maar je weet veel van complotdenken en complotdenkers. Dat klopt, daar ben ik op gepromoveerd. Ja, en hoe afgelopen 2 jaar, corona, nu oorlog, hoe staat het ermee met het complotdenken? Net zo groot als met de coronacrisis. Het is interessant dat het meteen eigenlijk omdraait. Dat de berichtgeving rondom de oorlog ook meteen gezien wordt als geframed, eenzijdig door de media. Dus er is ook een diep wantrouwen naar eigenlijk hoe wij in het Westen tegen die oorlog aankijken en daarover berichten. En ik denk het interessante daaraan is dat het aan de ene kant de vinger op de zere plek legt door te wijzen op onze eigen hoe de EU en de NATO in de afgelopen 20 jaar bezig zijn geweest met steeds dichter op Rusland gaan zitten. En daar in Rusland in ieder geval het gevoel te geven van opgesloten te raken. Maar ze slaan helemaal door. Dat zie je met Baudet, et cetera, dat ze achter Poetin gaan staan en die oorlog legitimeren. Ja. En dat zie je. Dus, en dan, ze slaan echt door in dat wantrouwen en in het leveren van een alternatief perspectief op de eenzijdigheid die dominant is. Ook nu. Ja. En dat was met corona en dat zie je eigenlijk met steeds van die onderwerpen. En als je dan kijkt naar het vertrouwen in onze eigen overheid. Mm-hmm. Ja, dat hangt er vanaf hoe je er naar kijkt. Veel onderzoeken die zijn heel kwantitatief en dan gaat het over dalend vertrouwen. Dan staat er 60% van de Nederlanders heeft geen vertrouwen meer in de politiek. En dan denk ik altijd, oké, wat betekent dat eigenlijk? Ja. En dat is een goede vraag die eigenlijk niet veel beantwoord wordt. Want alsof er één soort vertrouwen is in de overheid. Alsof het wantrouwen naar de overheid niet verschillend is bij verschillende bevolkingsgroepen. De Groningers hebben een heel andere gevoelens bij wantrouwen... dan de hoogopgeleide hipsters die tegen vaccinaties zijn en sinds de coronacrisis. Groningers bedoel je bijvoorbeeld op aardbevingsschade? Ja, bijvoorbeeld. Of er zijn gewoon heel veel verschillende groepen. Of mensen die bijvoorbeeld slachtoffers zijn. Van toeslagenaffaire zijn we een heel andere vorm van. Een hele andere oorzaak, een hele andere vorm van wantrouwen naar de overheid. Dus die statistieken zijn altijd heel erg, wat mij betreft, nietszeggend. Een temperatuurmeting hooguit. Casper, jij bent bestuurskundige en je zit voor de VVD in de Eerste Kamer. Dat is natuurlijk wel een goed punt. Want, je hebt er eigenlijk niet zoveel aan om op die manier dan naar te kijken. Ja. Maar hoe dan wel? Ik ben het helemaal ermee eens. Als je alleen maar naar die eendimensionale percentages kijkt en je ziet ze dalen, dan is dat aan de ene kant verontrustend. Maar wat moet je daarmee? Een dalende trend is nooit goed. Dalende trend is nooit goed, maar ik denk wel dat je het moet proberen te differentiëren tussen mensen die teleurgesteld zijn of inderdaad slachtoffer zijn van de overheid in de vorm van slecht behandeld door uitvoeringsorganisaties. Maar er zijn ook mensen die op een wat abstracter niveau eigenlijk het idee hebben dat het systeem niet meer voor hun werkt. Ja. En natuurlijk is het in de politiek en in de overheid zo dat je nooit overal, nooit op alle dossiers precies kan krijgen wat je wil hebben. Maar er is lange tijd in de 20e eeuw toch wel door grote groepen geloofd dat er meerdere rondes zijn en dat uiteindelijk het systeem toch wel voor iedereen iets in petto heeft. En er is gewoon een groeiende groep mensen die dat geloof niet meer heeft. En moeten we dan allebei, bedoel, Dat mensen die direct slachtoffer zijn van slecht overheidsoptreden, maar zo te noemen, dat die teleurgesteld zijn in de overheid, dat is begrijpelijk en dat moet je ook aanpakken. Maar moet je ook die mensen die dat abstracte gevoel hebben, moet je daar ook wat voor doen eigenlijk? Dat is veel ingewikkelder. Dat is veel ingewikkelder, want dat is ook een langduriger proces geweest, denk ik, waarin dat beschadigd is, om het zo maar te zeggen. Maar het kan wel, als we het over de gemeenteraadsverkiezingen hebben, dan zitten daar denk ik twee duidelijke haakjes aan. Aan de ene kant, hoe ver kunnen we gaan met deze
decentralisaties en op welke manier doe je dat? Ja. En aan de andere kant, hoe hebben we in Nederland onze lokale voorzieningen, echt waar de mensen op een dagelijkse basis iets van merken, hoe hebben we dat geregeld? Ja. En van beide, op beide vlakken zijn grote uitdagingen. Ja, dus als we het dan, omdat het toch ook over gemeente, we hier voornamelijk op gemeentelijk niveau praten. Mevrouw Hoyting-Raubels, u bent burgemeester van de gemeente Overbetuwe en vicevoorzitter van de VNG Nederland. Een aspect is toch ook op lokaal niveau bijvoorbeeld het fuseren van gemeentes. Ja. Kan er ook tot minder vertrouwen in de overheid leiden? Ja, even correctie, het is VNG Gelderland, want Hubert Bruls is van VNG Nederland. Dus laat ik die even ach, zetten. Nou ja, maar nee, wat niet is, kan nog komen, hè? Ja. Nou ja, hangt er vanaf wat je ambieert of niet. Ja. Daar zit natuurlijk kijk, herindelingen, zoals dat mooi heet in ja. gemeenteland, zijn eigenlijk alleen nog maar op vrijwillige basis. Er wordt wel veel naar samenwerking gekeken, maar de wet ARI, zoals die bekend is over herindelingsprocessen. De wet ARI? Ja, dat is een mooie afkorting allemaal. Maar dat gaat over herindelingen en eigenlijk ja. is de lijn dat het alleen nog maar kan als dat vanaf onderaf gaat. Wat mij ook logisch lijkt. Maar dat het wel gaat over bestuurskracht. Maar het is natuurlijk nog steeds. Het is grappig, het is misschien een rare parallel, maar we hadden het eerder over dat het kan goed gaan met de economie, maar niet per se goed met de burgers. Het kan natuurlijk ook best zijn dat gemeentes op politiek niveau, bestuurlijk niveau denken dat dat een heel goed idee is. Maar dat burgers denken van ja, nu moet ik opeens heel ver weg voor het zwembad. Ja. Nee, dat kan ik me goed voorstellen. En daarom denk ik dat de gemeenten als eerste overheid ook zo van belang zijn. Want die zien veel meer en veel directer wat er wel of niet nodig is. En de standaard normering die wij in Nederland toepassen, alles voor iedereen hetzelfde, is volgens mij per definitie ongelijk. Ja. Want 5 kilometer in Amsterdam is iets anders dan 5 kilometer in Drenthe. Qua voorziening en aantal inwoners. En hè, dan kom je weer op die kwantitatieve norm. En wat zegt dat over de kwaliteit? Samenwerking kun je ook veel mee bereiken. Dan hoef je niet te fuseren. En ik denk dat juist gemeenten heel erg kijken naar inwoners. De omgevingswet heeft dat al in zich, maar de meeste gemeenten zijn ermee bezig. Inwoners aan de voorkant betrekken bij beleid. Voor meer draagvlak, maar ook voor beter beleid en betere oplossingen. En die betrokkenheid houden. En ik denk ook niet dat het voor niks is dat in die onderzoeken, kwantitatieve onderzoeken over vertrouwen in de overheid bestaat denk ik niet, zit er wel een verschil tussen Den Haag en je eigen gemeente. En wat je eigen en hoe ziet die schil er dan uit? Is er meer vertrouwen in de gemeente en minder in de landelijke overheid of omgekeerd? Of? Nou, het beeld van de landelijke overheid wordt vaak toch wel, dat zie je nu ook met de gemeenteraadsverkiezingen, een soort van geprojecteerd op de gemeenteraad. En als ik dan vorige week zie dat de minister-president bij een landelijk programma zit om te spreken over de gemeenteraadsverkiezingen, dan denk ik, ja, daar zit volgens mij de verkeerde persoon. Ja, dat zou de gemeenteraad moeten zijn. Ja. Want die gaat over, komt dat zwembad er? Of houden we het in de benen? En gaat die OZB omhoog of niet? En willen we meer groen in de straat? En daar gaat je stem naartoe. Dus wat er gebeurt op straat, dat wordt bepaald door de raad. Dus maar vertelt me dan eens iets over dalend vertrouwen in de overheid op gemeentelijk niveau? Nou, dat zie je natuurlijk ook veel gebeuren. Hè. En de coronacrisis was mede daarin natuurlijk een effect. Daar zag je de effecten van in de tegenstellingen binnen de gemeente. Als burgemeester ben ik er voor alle inwoners. Dus ongeacht welke stromingen, hè, is de burgemeester er voor elke groep wel of niet gevaccineerd. En dan zie je die tegenstellingen wel opspelen. En dat is wel, dat vind ik een zorgelijke ontwikkeling. Want die maatschappelijke onrust, die gaat verder. De raad bepaalt, uiteindelijk bepalen de kiezers natuurlijk wat voor raad er komt. Die kan denk ik goed helpen bij een perspectief bieden aan inwoners. En zeker aan inwoners die in een systeem klem komen te zitten. Ja. René, René is nog niet aan het woord geweest. René, jij hebt een onderzoek gedaan en dat heet de Atlas van Afgehaakt Nederland. Ja. Dat klinkt al niet vrolijk. Klinkt goed, hè? Ja. Ja, het klinkt wel goed, maar niet vrolijk. Wat dat betreft vind ik dit ook een gemiste kans. Begin ik even. Nu al een gemiste kans. Gemiste kans. We hebben nog een half uur. Ik had de balie op locatie willen hebben.
Ik had deze bijeenkomst in Emmen willen hebben of in Wolvenga. Weet je wat, dan gaan we, maken we daar een hele landelijke tour van. Nou, oh, dat... Is dit een startschot? Nee, ja, dat zou nog mooi zijn, maar dat is toch niet zijn plan? Nee, maar dat kunnen we toch nu initiëren? Hadden we direct moeten doen. Nee, je moet dus op zoek naar Afgehaakt Nederland. Naar die dat is niet Amsterdam. Maar ik weet nog niet eens wat Afgehaakt Nederland is. Nee, dat ga ik zo uitleggen. Maar Amsterdam is de enige gemeente van Nederland zo'n beetje waar geen lokale partij bijna bestaat. Tenminste, niet in de raad zit. Terwijl in de rest van Nederland... Dat wordt helemaal gedomineerd door lokale partijen. Ja. Dus dat is heel atypisch. He, dus als je alleen maar naar Amsterdam kijkt of naar de grote steden... dan heb je een totaal verkeerd beeld van de gemeenteraadsverkiezingen in Nederland. Nee, maar we hadden net een prachtig debat over landbouw. Nee, dat ging ook niet eens over Amsterdamse zaken. Nee, maar dus ik had graag dit op locatie willen hebben. De balie op locatie. Jij ook. He? Ik ook, ja. Reiskosten. Afgehaakt Nederland. Nee, ik ga het wel iets dramatischer maken. Kijk, ik vind het jammer dat we beginnen met complottheorieën. Oké, maar René, nou even, nu niet het zeggen wat je allemaal jammer vindt. Ik wil nu even gewoon het verhaal horen over Afgehaakt Nederland. Nee, omdat kijk, hele grote delen van Nederland voelen zich niet gerepresenteerd en gerespecteerd door de politiek in Den Haag. Ja. Ja? Dat is regionaal bepaald, daar is hij specialist in. Hij weet precies welke regio's in Nederland zich heel ver verwijderd voelen van Den Haag. Mm-hmm. Zich slecht behandeld voelen door Den Haag. En dat is niet alleen Groningen, dat geldt voor de hele periferie. Dat geldt ook voor de Betuwe, over Betuwe. En er is een hele harde tegenstelling tussen Randstad en niet-Randstad. En het lukt de Randstad niet om voldoende respect te geven aan grote andere delen van Nederland. Ja, want wat is Afgehaakt Nederland? Nou, dat is dus Afgehaakt Nederland. Zijn die groepen in Nederland... Ja. Die zich niet gerespecteerd voelen en gerepresenteerd voelen door de mensen die de toon aangeven in de politiek in Nederland. En dat zijn helaas hoger opgeleiden in de Randstad. Die bepalen de toon, die bepalen thema's, die bepalen het debat. Ja. Meer dan ooit. Ja. Omdat er zijn veel meer hoger opgeleiden dan ooit. Er is meer Randstad dan ooit, dat weet ik niet eigenlijk. Nee, en dat heeft dus een heel dramatisch effect. Hè? En wij dachten eigenlijk in het leuke, kleine, gezellige Nederland... wat eigenlijk één grote stadstaat is... dat die tegenstellingen niet zo heftig zouden zijn zoals in Frankrijk... waar je keihard Parijs hebt tegen het oosten en het noorden... waar Le Pen allemaal zit. Ja. Of de Brexit in Engeland... waar je heel harde tegenstellingen hebt tussen Londen... en hè, de droevige industriële gebieden in de rest van Engeland. Maar ook een generatieconflict. Ook in Nederland hebben we dus een keiharde... groter wordende kloof tussen mensen die het gevoel hebben dat de democratie niet meer voor hun is. Ja. En dat is Afgehaakt Nederland. En is dat, hebben die mensen, is dat een terecht gevoel? Dat is een heel terecht gevoel. Dat is geen onderbuik. Dat is gewoon gebaseerd. Dat heeft hij ook heel mooi in zijn rapport laten zien. Het is gebaseerd op, de verzorgingsstaat is niet meer zoals die 20 jaar geleden was, onder Joop den Uyl. Die is uitgekleed. We hebben een vrij harde, neoliberale, vernederende verzorgingsstaat. Hè? Ja. Symbool toeslagenaffaire. Het drama is, hoe meer je met de overheid te maken hebt... Ja. Hoe cynischer en negatiever je over de overheid wordt. En het zijn vooral de laag opgeleiden. Ja. En mensen die werkloos zijn of mensen die ongezond zijn, hebben heel veel overheidscontacten. En dat leidt niet tot het gevoel van bescherming. Nee, het leidt tot woede over de overheid. En de hoger opgeleiden hebben heel weinig overheidscontacten. Ja, hoger opgeleide oudere mensen ook vooral. Nou, ook jongeren. Die, volgens mij vallen. Nou, we hebben het in ieder geval eerder vandaag ook over het woningcrisis gehad. En die treft ook. Dat is een ander vraagstuk. Ja. Maar jongeren stemmen vaak niet bij de gemeenteraadsverkiezingen. Maar omdat ze student zijn en zich nog niet echt gezetteld voelen in hun eigen stad. Nee, maar goed, daar speelt ook die uitholling van de verzorgingsstaat natuurlijk ook een rol. Ja. Wat? Nou, ik wou even inhaken op de vraag van hoe zit het nou met met die vertrouwenscijfers? Hè? Want het SCP die houdt dat bij. En de cijfers die zij in december publiceerde over allerlei instituties, die gaf heel duidelijk aan van het is eigenlijk al die verschillende instituties, Rijksoverheid, rechtelijke macht, media, daar is het in de coronatijd gedaald. Maar de meeste klappen, zogezegd, die vallen toch bij de Rijksoverheid. En daar zal de toeslagenaffaire ook heel duidelijk bij meespelen. Bij de lokale overheid, waar we het over de gemeenteraadsverkiezingen hebben, valt het eigenlijk heel erg mee. Hè? Dus de mensen die nog vertrouwen hebben in de Rijksoverheid, dat is gedaald naar ongeveer 40%, als ik het uit mijn hoofd goed zeg. En voor de lokale overheid is dat nog in de hoge 60%, om het zo maar te zeggen. Het paradoxale daarvan is eigenlijk, als de lokale overheid een van de best vertrouwde instituties is, waarom gaat er niemand stemmen? Weinig mensen opdagen als ze daarvoor voor mogen stemmen. Dus dat misschien is dat juist ook het antwoord. Ja, ze vertrouwen het wel toe. Ja, ze denken, ja, dat loopt wel los. Kan. Ja. Dat zou kunnen zijn, ja. Dat is meestal niet zo. Nou ja, nee, maar misschien... Hoe meer vertrouwen, hoe meer je gaat stemmen.
blij is normaal. Hè? Dus de hoogopgeleiden die heel veel vertrouwen hebben in zichzelf, in hun toekomst en in de politiek, die gaan allemaal stemmen. Mooiste voorbeeld, Europese verkiezingen. Ja. Alleen maar hoogopgeleiden stemmen daarop ongeveer. Want die voelen zich politiek, die hebben heel veel politiek zelfvertrouwen en stemmen op het Europees Parlement. Dus dat is helaas is dat vaak andersom. Ik denk wel dat mensen voelen dat gemeenten, ondanks uw verhaal een beetje, die zijn veel meer uitvoeringskantoren van het Rijk geworden. Hebben eigenlijk heel weinig gemeentelijke autonomie nog. En dat voelen mensen wel. Dat eigenlijk gemeentes deugen wel. Hè, en die zijn ook nabij, maar hebben niet zoveel te vertellen. Hebben toch juist veel meer taken gekregen? Ja, maar met veel minder geld. Dus ja. In dat geval, hè, dat is precies wat de VNG ook altijd zegt. Word je bijna gedegradeerd tot uitvoeringskantoor. Mm-hmm. Want je hebt niet meer de keuzes erin. Dus daar zit, hè, als de middelen erbij en dat er een besparing op zit, is logisch. Maar dan nog hoort er meer bij te zijn. Dan kun je het gaan invoeren zoals je het wilt doen. Nu is die ruimte ernstig beperkt. Ja, en dan wordt het toch wel lastig. Want dan heb je niet die keuze om te zeggen, wij zouden meer willen doen of we zouden juist wat minder willen doen. Betekent dat ook dat er dus minder politiek bedreven kan worden eigenlijk in gemeentes? Mm. Nou ja, op een heleboel onderdelen wel. Want daar heeft natuurlijk de Kamer dan aanvullende moties of amendementen opgenomen op wetgeving. Als je kijkt naar de jeugdzorg en de WMO. Met financiële arrangementen erbij die vast liggen. Daar zit dus geen ruimte of vrijheid meer in. En het is niet voor niks dat de VNG een arbitrage heeft aangevraagd vorig jaar richting het Rijk om te zeggen, joh, dat geld is gewoon te weinig. En als het niet meer gebeurt, dan gaan wij geen nieuwe taken meer uitvoeren. Want dat kan niet. Maar dit was toch bij de invoering was dit toch eigenlijk allemaal al duidelijk? Ja, en dan zijn gemeenten toch altijd zo dat je toch je best natuurlijk ook wilt doen. Je wilt aan de voorkant, je bent bij de overheid. Je wilt gezamenlijk optrekken. En nu blijkt dat het gewoon niet lukt. En is ook gezegd, nou, we gaan geen andere taken meer uitvoeren als dat niet de boter bij de vis is, zoals de heer Van Zanen van Den Haag als voorzitter van de VNG gezegd heeft. Want je kunt het alleen maar doen voor je inwoners als het geld er ook is. De gemeente, als de Rijksoverheid of de provincie net waar het vandaan komt het niet gratis kan, dan kan de gemeente dat natuurlijk ook niet. Ja, Ron, herken jij dit beeld van het afgehaakt Nederland? Ja, natuurlijk. Absoluut. Dus ik denk dat dat ook niet alleen maar regionaal is, maar veel meer te maken heeft met klassen. Dus daar hebben we het al een beetje over. Dus we hoeven niet alleen maar naar Emmen, maar we hadden ook in Nieuw-West kunnen gaan zitten. Mm. Dus dat loopt door verschillende lagen van onze bevolking heen. Maar ik denk dat het interessant eigenlijk is bij de lokale overheid. Want daar zitten nou juist de mogelijkheden. Want kijk, als je ziet waar dat wantrouwen vandaan komt, is eigenlijk doordat die ervaren afstand tussen de elite of de mensen die het bepalen en de leefwereld van mensen steeds groter is geworden. Dus die gevoelde afstand is denk ik heel erg bepalend voor dat wantrouwen. Maar hoe komt dat dan? Nou ja, dus dat is voor een deel doordat we steeds meer bestuurd worden door eigenlijk hoger opgeleid, progressief, stedelijk Nederland. Dus dat veel groepen in onze samenleving niet de mogelijkheden hebben om zich te identificeren met deze mensen die ons besturen. Aan de andere kant natuurlijk ook de mediatisering. Dus alles wordt abstracter, ver weg. We krijgen meer Europese en mondiale besluitvorming. Waardoor er steeds minder beïnvloedingsmogelijkheden zitten op lokaal niveau. Dat maakt allemaal die afstand groter. En ik denk tegelijkertijd, als je een slimme politieke partij bent, dan ga je toch juist zorgen dat je mensen en verhalen hebt die waar een groot deel van de bevolking die zich nu niet gerepresenteerd voelt, juist wel zich mee kan identificeren. Dat zou toch logisch zijn? Ja, maar het paradoxale is eigenlijk dus dat de mensen die in gemeentes, bij overheden, bijvoorbeeld allerlei participatiemogelijkheden. Ik denk dat dat een mooi voorbeeld is van een methode waarbij je eigenlijk het vertrouwen van de bevolking kan vergroten door ze te betrekken bij al dit soort processen. Maar wat er dan gebeurt, en participatieprocessen zijn heel ingewikkeld, want het gaat vaak heel erg mis. En waarom gaat het mis? Omdat het weer vanuit een heel erg top-down, elitair. Geef even een voorbeeld waar je het dan over hebt. Nou ja, bijvoorbeeld hier in Amsterdam heb je een prachtig initiatief waarbij een hoeveelheid geld in een buurt geallockeerd mag worden aan verschillende projecten die door burgers zelf aangevoerd worden. Ja. Nou, dus hoe wordt dat gecommuniceerd? In van die buurtplaatjes die gelezen worden alleen maar door hoogopgeleide elite. In een taal die niet aansluit bij heel veel verschillende mensen in onze samenleving. En dan ook nog, zeg maar, zijn het een soort projecten die dan gefinancierd worden door de hoogopgeleide GroenLinks bakfietsmoeders van leuke buurttuintjes, wormenhotels.
En weet ik veel wat voor gekke dingen je nog meer hebt om de buurten leuk te maken. Maar de projecten die, waar heel veel mensen uit lagere sociale klasses behoefte aan hebben, worden niet gefinancierd omdat die zeg maar niet door de mensen, die gaan niet naar internet en dat soort dingen hun stem uitbrengen. Dus je moet nadenken over hoe kan je de verschillende groepen. Dus eigenlijk zit er centraal een participatieparadox eigenlijk. Je wil participatie en wat krijg je? Een hele selectieve groep mensen die participeert. En dat heeft, daar moet je goed op letten. Hoe betrek je de mensen die niet zo makkelijk kunnen participeren? Komt dan nog dat je het ook allemaal juridisch moet kloppen. Hè? Dat is ook typisch Nederland. Want dan moet er een subsidieverordening zijn waar je aan moet voldoen. Nou, dat is ook meestal al een ramp om daar doorheen te komen. Of dat uit te zoeken. Dus dat helpt ook niet mee. En dan zit je weer met de norm van gelijkheid. Want iedereen moet toch hetzelfde hebben. Dat helpt dus niet. En participatie kan heel goed gaan. Maar dan moet je als bestuurder ook echt de ruimte geven. En dat vertrouwen in inwoners. Dat die pot geld dan dus ook gewoon vrij te besteden is binnen wat die gemeenschap maar wil. Is het dan ook, dus is het misschien dus een gebrek aan vertrouwen van veel burgers in de overheid, maar misschien ook een gebrek aan vertrouwen van de overheid in de burgers? Ik denk dat dat ook voor een deel geldt. En ik denk dat het niet alleen het gebrek aan vertrouwen wederzijds is. Bureaucratie is op zich een goed functionerend systeem. Ja, als het een beetje netjes werkt. Maar alle maatwerk of dingen gaan eruit. En dat met een inmiddels volgens mij doorgeschoten geïndividualiseerde samenleving. Ja, help je dus gezamenlijk de publieke zaak om zeep. Ja, we denken vaak dat voor het probleem van afgehaakt Nederland burgerparticipatie een goede oplossing is. Want je activeert toch de mensen en je brengt ze in het proces en je hoort allerlei verschillende stemmen. Maar de zelfselectie is een heel groot probleem daar. En ik merk zelf in adviescommissies en adviesraden waar hiermee geworsteld wordt. Waar je eigenlijk op een gegeven moment zegt van we willen dus als het bijvoorbeeld over de energietransitie gaat. Hè, waar komen windmolens? Waar worden andere ingrepen gedaan? Ja, wat we eigenlijk willen is, we willen draagvlak en we willen dat mensen meedoen en we willen dat mensen, dat iedereen daarbij betrokken is. En niet alleen maar de bakviesmoeders in de steden of de mondige ondernemers in meer landelijke gebieden. Een hele leuke bakviesmoeders hoor, overigens. Ja, zeker. Ja. Maar uiteindelijk kom je dan in zo'n gesprek tot de conclusie van, hadden we maar zoiets als iets periodieks waarbij iedereen zijn stem kon uitbrengen en waarbij dan uit de hele gemeenschap iedereen met op gelijke voet vertegenwoordigers kon plaatsen in een orgaan wat vervolgens ook de uitvoerende macht op lokaal niveau aanstuurt. Gemeenteraadsverkiezingen. Nou ja, de representatieve democratie is natuurlijk eigenlijk uitgevonden precies om die reden. En burgerparticipatie, waarmee ik niet wil zeggen dat daar geen problemen mee zijn en dat dat ook iedereen uiteindelijk vertegenwoordigt, maar de gedachte, ik zou me veel meer thuis voelen bij het tegen mensen zeggen die ontevreden zijn. Oké, richt je eigen politieke partij op. Ga je organiseren. Ga in die raad zitten. Ga je gemeentebestuur goed controleren. Ga ook in regionale samenwerking. Maar het is toch wel van. Dus, maar het is toch ook wel heel veel van mensen dan weer gevraagd. Zeker. Ja dat klopt. Ja. Maar het komt ook niet allemaal op een presenteerblaadje. Ja. Nee. Maar we hebben wel, dat durf je haast niet te zeggen, nu we naar Oekraïne en Rusland kijken, maar we hebben in Nederland een ratio democratie. Dat wordt wel de bestuurdersdemocratie genoemd. Ja. Ja. Wij hebben in ons land, kies je niet de uitvoerende macht, je kiest niet de burgemeester, je kiest niet de wethouders, je kiest niet de ministers, je kiest geen rechters. Wij kiezen alleen maar de controleurs van de macht. Gemeenteraadsleden, provinciale statenleden, kamerleden. Ja. Dat is heel bizar. Dat is in de rest van Europa is dat, die vinden dat heel merkwaardig. Dat is een soort regenteske leftover van Nederland. Eigenlijk wantrouwen wij burgers. Wij willen hun niet het zeggenschap geven over de mensen die echt aan de knoppen zitten. Ja. Dat gaat heel lang goed in een tijd van verzuiling. Als mensen vertrouwen hebben in de zuil waar je in zit. Dat gaat. Zou dat een oplossing zijn dan? Ja, nieuwe zuilen, heel graag. Nee, of nieuwe zuilen, maar ik bedoel eigenlijk meer dat je dus de bestuurders kiest. Nou, dus heel lang gaat het goed. Dus dat heet dan chic. De inputlegitimiteit in Nederland was altijd heel zwak. Men heeft eigenlijk nauwelijks zeggenschap op de mensen die aan de knoppen zitten. Maar er was een heel groot vertrouwen in de outputlegitimiteit. Die bestuurders leefden heel goed georganiseerd Nederland af. Ja. Daar is de klad in gekomen de afgelopen 20 jaar. Met de toeslagenaffaire, met de wooncrisis. Mensen voelen zich heel slecht begeleid in de enorme grote transities. Ja. Voelen zich niet beschermd en niet gezien in die transities. Maar, met name de laagopgeleide, mensen die wat zwakker staan in de samenleving, die voelen zich niet goed
begeleid in die hele complexe samenleving. Maar ik heb ook, dat is heel belangrijk. Om wat concreet nog, want jullie hebben het dan over de participatie. Maar als ik dan ook nog even iets mag noemen, inspraak. Mm. En als je het dan ook hebt over bijvoorbeeld waar de windmolens komen. Ik heb daar regelmatig dit soort zaken reportages over gemaakt. Dan blijkt toch meestal dat ook een soort papieren, een soort wasserneus is. Van nou, dan moeten we nu nog eventjes vinkje 5. Mm. En dat bedoel ik nog in het woord vinkje nog voor. Mm-hmm. Joris. Maar vinkje 5 is even de inspraak. Nou, dan komt er dus iemand in zo'n zaaltje. Nou, dan zegt ze, nou, dan hebben we de inspraak geregeld. Iedereen is eigenlijk in die zaal is tegen. Maar dan kunnen we toch afvinken. En dan op een gegeven moment mensen, ja, wat hebben wij überhaupt nog iets te zeggen? Nee, en dat is denk ik volledig terecht. Als je dat op die manier doet. Ja, ik zou ook afhaken mentaal. Dan denk ik, ja, waar zit ik dan voor? Hè? Dat is volgens mij niet hoe je gelijkwaardig met elkaar zou omgaan. Ik denk ook dat het heel erg zou helpen. Soms lijkt het er bijna op of onze democratie is verworden tot de helft plus één. En dat is geen democratie. De democratie is als wij in de besluitvorming van de gemeenteraad of welke besluitvormend orgaan dan ook, het standpunt van de minderheid ook terugzien in dat besluit. En ik denk dat heel vaak niet meer gebeurt. Het is gewoon één lijn van de meerderheid of degene die een coalitie hebben gevormd of noem maar op. Zonder erkenning en herkenning van het standpunt van anderen en dat daarin verwerkt zien worden. En dat maakt denk ik ook dat een deel zegt, ja, want anders zou je nog denken, oké, het is niet helemaal wat ik wilde, maar ik begrijp het wel en er is recht gedaan aan dat en dat. Nou, dat geldt hetzelfde voor inspraak. Als je aan de voorkant zegt bij een plan, er moeten 5 windmolens komen, dit is het gebied waar ze in moeten komen en we weten dat niet iedereen blij is, maar het staat niet ter discussie of ze komen of wat het kost. Hey, want er zijn ook doelen die je moet halen, wel of niet. En dan ga je erin en zegt, nou en daar kunt u, maar dat is niet bespreekbaar. Het gaat ook over verwachtingmanagement. Ja. Dan kun je misschien nog wel op een normale manier inspraak hebben en zeggen, oké, dus dan ga je niet ter discussie of ze wel of niet komen, maar dan ga je over en hoe gaan we het dan wel of niet inrichten. Dus ook de manier en het momentum van inspraak en wat je ermee doet, gaat wel over hoe communiceer je dat, want daar zit vaak ook. Ik wil even kijken, we hebben nu dus heel veel dingen genoemd van waar het fout gaat en waar dus de crisis tussen burger en bestuur en overheid ontstaat. Laat toch eens kijken van hoe kunnen we dit tij keren? Hoe kunnen we toch zorgen dat het vertrouwen tussen burgers en in dit geval dan gemeentes groeit? Ja, ik denk dat een van de belangrijke aspecten hier ook gaat over de zichtbaarheid van de overheid. En als we, ik kom even terug op het punt wat ik in het begin noemde over de publieke voorzieningen, overal in het land. Je ziet dat in de laatste 20, 25 jaar dat eigenlijk in heel Nederland afgenomen is, hè, waar je naar je bibliotheek gaat, waar je naar je zorginstelling, waar het onderwijs is enzovoort. Maar op sommige plekken, en dat zijn dus inderdaad de plekken wat verder af van het van grootstedelijk Nederland, is dat het ergste, om het zo maar te zeggen. Dat die een overheid die niet zichtbaar is, waar je niet langs loopt, waar je niet van hoort, waar je niet iemand kent die daar werkt, die laat zich veel moeilijker vertrouwen dan een overheid die een vaste plek in een lokale gemeenschap heeft. Dat is denk ik één. Maar ik hoor dan bijvoorbeeld, ben er wel eens ook ergens geweest, er wordt dan een afdeling van een ziekenhuis of een eerste hulppost weggehaald. En dan zeggen ze van ja, maar volgens de berekening is de aanrijdtijd van een ambulance is zo en zo lang. Dus we hebben hem ook niet echt nodig. Ja. Ja, er is natuurlijk altijd ergens een rechtvaardiging voor te vinden. Maar wat bijvoorbeeld interessant is, als je kijkt naar Zeeland, waarvan we vaak denken van ja, het is ook logisch dat daar voorzieningen weggaan, want de bevolking krimpt ook. Die bevolking krimpt eigenlijk helemaal niet. Die bevolking die is eigenlijk stabiel sinds de jaren 60 op het niveau waar het nu is. Alleen de formules die wij met elkaar erop loslaten over wat wij acceptabel vinden, over wat de afstand of de aanrijdtijd is, die zijn heel erg veranderd. Dus de afstand die klopt met de formule, maar we hebben onze formule aangepast. Maar het gekke is dus wat ik dan denk, is dat misschien een overgroot deel van de bevolking gewoon een bepaald gevoel heeft, en dat is natuurlijk heel vaag, dat kan ik bijna niet zeggen in zo'n intellectueel instituut als de Bali, maar van wat normaal is, hoeveel voorzieningen je zou willen hebben, zonder dat je het kwantificeert. En juist zijn er misschien dan juist bestuurders die het dan wel gaan kwantificeren en het dan goed praten eigenlijk.
Ja, het heeft te maken met de efficiëntie-samenleving waar we in zitten. Die heeft ons ook opgebroken bij de coronacrisis. Toen bleken we geen buffers te hebben. Allemaal heel slim berekend, just in time. Net te weinig IC's eigenlijk. Dus die efficiëntie-samenleving die wij gebouwd hebben in de afgelopen periode, neoliberalisme heet dat dan met een politieker woord. Die we hebben vandaag eerder al geconstateerd dat dit is allemaal begonnen met Lubbers. Oké. Okay. Ja. Prima. Ja. Maar de vraag is dus, hoe kunnen we kloof dichten? Ik heb al een keer geroepen, maar is ook symbolisch, een minister voor de regio's. Zou heel interessant kunnen zijn. Hè? Als men in grote delen van Nederland heeft men het gevoel dat die hele Den Haag en de Randstad gewoon niet naar hun kijkt. En ik heb zelf een tijdje op ministeries gewerkt de afgelopen jaren. Dat is ook zo. Als jij zegt, wie komt hier wel eens voorbij Utrecht op een ministerie in die torens? Niemand. Niemand. Iedereen komt naar hun toe, of niet. Hè? Maar ze hebben geen enkel. Kijk maar naar de slimste mens op tv. Waar dan zegt men dat Leeuwarden Deventer is en Deventer is Groningen. Zo. Men heeft geen idee in de Randstad überhaupt over. Men reist de hele wereld rond, maar niet in Nederland, blijkbaar. Dus er is een totaal gebrek aan kennis, aan betrokkenheid en empathie met delen van Nederland die niet de Randstad zijn. Ja. Dat is heel simpel, maar dat is wel een heel basisgevoel, hè? Dat ken je ook. Peter Middendorp had ooit een column geschreven over dat er allemaal in kranten stond dat er dus met de aanleg van de Noord-Zuidlijn een paar huisjes waren ingestort, maar dat de aandacht voor wat er allemaal in Groningen gebeurde veel minder was. Ja, natuurlijk is dat zo. Ja. Maar op gemeentelijk niveau, wat moet daar dan gebeuren om dit vertrouwen te vergroten? Dat zei heel goed. Nou, ik denk dat het wat net gezegd wordt, dat deel ik volledig. Ik ben hiervoor ook een aantal vijf jaar wethouder geweest in Achterhoek. En ik heb regelmatig uitgelegd in Den Haag, kom even kijken. En ik begrijp heel goed dat Rotterdam miljoenen extra nodig heeft voor leefbaarheid. Maar leefbaarheid in de Achterhoek is niet dat type leefbaarheid op sociaal gebied, maar misschien wel in stenen. Maar daar wordt dan niet ingeruimd. Dus er zitten wel verschillende dimensies in. Maar Gelderland, wij hebben nog 51 gemeenten, als ik de laatste herindelingen denk ik even meetel, als grootste provincie. 2 miljoen inwoners. Ja. Maar natuurlijk met de grotere steden Arnhem, Nijmegen, Ede, Apeldoorn, dat is wel wat anders dan de Randstad waarnaar gekeken wordt. Regio's worden steeds belangrijker, maar het zal veel meer op lokaal niveau gedaan moeten worden. Wat ik bijvoorbeeld in mijn eigen gemeente doe, dat deed ik toen ik daar 3 jaar geleden burgemeester werd. Ik ben begonnen in de kleinste kern. Ik heb 11 kernen, 50.000 inwoners. Daar ter plekke koffie drinken. En wij zijn bezig met dorpsagenda's per kern. Want natuurlijk maak je uniform beleid over wat je wilt bereiken qua resultaat. Maar ieder dorp of iedere kern moet toch zelf nadenken over hoe dat eruit ziet. Want de ene kern is de andere niet. En dat zal met wijken hier in Amsterdam niet anders zijn. Dus dat concept. Ik denk dat we echt af moeten van het nadenken over de norm als doelstellen. En meer moeten kijken naar welk resultaat willen we bereiken. En dan heb je dat dat is natuurlijk bureaucratisch gezien veel moeilijker. Ja, maar wel veel leuker dan toch? We doen het toch voor de samenleving? Ja, maar zou iedereen die dus en in het bestuur zit en de ambtenaren dat eigenlijk nog wel weten? Ik denk dat bestuurders soms wat meer op hun handen moeten gaan zitten. Ja. En wat minder moeten zeggen, dit wordt het resultaat. Je moet met elkaar dat resultaat bespreken, maar dan niet al met de oplossingen komen die daarbij passen. Ik denk dat mensen zich dan ook beter gehoord voelen. En die dilemma's ook gewoon delen. Want de gemeente Overbetuwe staat ook in de atlas, toch, René? Zeker. Maar kan die met dit beleid eruit komen? Een mooie gemengde gemeente tussen protestants en katholiek Nederland. Ja. Een van de meest gemiddelde gemeentes van Nederland. Ja. Dus heel goed dat die hier zit. Ja. Ja. We hadden eigenlijk daar moeten zitten. Ja. Maar kan die er weer uit de atlas, als mevrouw genoeg koffie blijft drinken? Kijk, die gemeenten zijn ook niet helemaal heilig. Hè? Want een van de drama's van die decentralisatie is, er is heel veel geld aan de gemeente. Decentralisatie had nooit moeten plaatsvinden. Ja, maar die is gegaan naar de gemeentes en daarna zijn ze regionaal gaan opschalen. Zijn ze heel veel van die taken van die decentralisatie die veel te complex waren, te duur voor die kleine gemeentes, zijn ze op een heel vaag tussenniveau gaan doen, waar zelfs gemeenteraden totaal geen idee van hebben wat ze... Ik wil nog even richting de oplossing. Maar dat hadden ze dus niet moeten doen. Dus, zij zijn ook technocratisch bezig op hun eigen niveau. Want ik ben een romanticus, ik geloof eigenlijk in de lokale gemeenschap. Ja. Maar als jij regionaal alles gaat uitvoeren, maak je de lokale gemeenschap kapot. En dat is natuurlijk al helemaal geen identiteit. Nee, precies. Ja. Dus dat soort dingen, die krachten moeten teruggebracht worden. Ik weet dat het positieve antwoord van Jaron komt. Het positieve Altijd. Antwoord. Ja. Ja. Maar ja, dus ik denk dat het sowieso belangrijk is dat er dus veel meer
de overtuiging zit ook bij de gemeente, bij ambtenaren, om inderdaad die koffies te gaan drinken, in de wijk te gaan, die mensen zelf veel meer autonomie te geven. En dat is denk ik een van de centrale dingen die ook uit de coronacrisis is gekomen. Dat professionals, jongere werkers, al dat soort mensen die eigenlijk heel goed weten hoe ze zelf dingen kunnen organiseren, dat daar meer ruimte en vrijheid voor moet komen. Dus en als die dan hebben koffie gedronken en ze komen dan ook op het stadhuis, dat het dan ook dat ook serieus genomen wordt waar ze dan mee terugkomen. In plaats van, dat hebben we nu ook weer even gedaan. En wat je ziet ook, dat de ambtenaren of de mensen die bij de gemeente werken, die vooral de wijken ingaan, dat die eigenlijk worden aangekeken van wat doen ze daar eigenlijk. En ze, weet je wel, dat koffiedrinken, dat heeft een heel negatief imago gekregen. Nou, thee drinken nog erger. Ja. Maar die weten wel wat er gebeurt in de wijk. En als er rellen op komst waren, dan wisten die mensen bij de gemeentes wel wat ze kunnen doen. Ook om dat te voorkomen, et cetera. Maar dat dus waarschijnlijk die herwaardering van mensen die het durven om juist de moeilijke plekken in de buurt op te zoeken. Daar zou veel meer aandacht voor moeten komen, denk ik. Dus die herwaardering. We gaan even naar het jongerenpanel. Hebben jullie vragen of opmerkingen? Zou ik toch denken van wel. Nou, ja, ik vond het wel mooi. Politieke moed, dat lijkt wel, daar lijkt het wel aan te ontbreken. Laten we hopen dat niet alleen bij de jongeren komt, hè, in de vorm van eindelijk een keer iets laten zien. Maar ook bij de bestuurders. Wat voor politieke moed moet dat zijn dan? Nou, politieke moed om los te denken inderdaad van de regels. En recht te kunnen doen aan de daadwerkelijke mens. Denk ik. Ik denk dat de menselijke maat, in plaats van zo efficiënt mogelijk. Nou, je hebt een mooie documentaire serie op de tv gehad van Thijs van der Brink, hè, met mensen die niet meer stemmen. Dan gaat het allemaal daarover. Ja. Allemaal, ik word totaal vernietigd in de regels. Ik kom niet door bij ambtenaren. Ik verdwijn in de algoritmes. Er zie geen loketten meer. Hè, dat die ontmenselijking van het bestuur, dat is echt gewoon een probleem. Is er nog iets, als wij nou als je de verkiezingsfolders lezen, is er nog iets waar we naar op kunnen letten als we dit ook een slechte ontwikkeling vinden? Nou ja, een deel zit denk ik ook in termen. En zelf denk ik dat wij met het beeld de BV Nederland, dat we dan niet helpen om na te denken over die samenleving of de menselijke maat. Want dat klinkt als een bedrijf wat je moet leiden. Volgens mij kun je er beter naar kijken als een familie of een gezin. Ja. Waarbij ieder geeft wat hij wel of niet nodig heeft. Ik zeg altijd toen ik in Den Haag in de VNG-commissie zat. Wij hebben twee dochters. Als ik die allebei hetzelfde zou geven, dan is er in ieder geval één doodongelukkig. Maar dat klinkt dus. Hè. Dus je moet kijken wat ieder kind nodig heeft. En dat moet je volgens mij dus ook gewoon met inwoners en dingen doen. Dus daarom zeg ik altijd, ja, de BV leuk. Maar volgens mij, wij zijn geen bedrijf. En de overheid, ik ben daar echt fel op tegen. Ik wil dat bij ons ook nooit in teksten hebben. Wij moeten gewoon kijken wat wij bestaan doordat wij inwoners hebben. Dus ja, dat is echt een ander perspectief. En nu is het zo dat de ouders of de vader of de moeder dan het meest geeft aan het kind dat het meest op zichzelf lijkt. Nou, dat vind ik toch wel een wat negatief mensbeeld. Maar goed. Misschien... Maar ik bedoel, nu, als we die vergelijking doortrekken. Ik dacht gewoon als dat zo zou zijn. U maakt de vergelijking. Dus ik denk van, juist mensen die anders zijn dan deze bestuurlijke elite, om het maar zo te noemen, die krijgen dus minder. Dat denk ik wel. Of tenminste, daar ben ik van overtuigd. Omdat je kijkt naar wat je kent of wat je dan geeft. Hè. En dat komt omdat we met de oplossingen of de regels komen. In plaats van met het resultaat. Als het resultaat is een tevreden persoon. Dan bedenk je dus niet dat kan met een roze bankje of een blauw driehoekje. Want dan zou dat zomaar iets anders kunnen zijn wat je allemaal niet bedacht had. Maar jarenlang was het resultaat dat we wilden hebben, was gewoon de BV Nederland die zo groot mogelijk omzet draaide. Dat hangt er denk ik vanaf aan wie je dat vraagt. Voor mij is dat nooit de motivatie geweest. Ja, dan is het de dochter waarvan je de grootste multiplier effect verwacht. Daar investeer je in. En dat is
En dat is ook wat gebeurd is. En daardoor, wat op zich niet erg is, want je moet natuurlijk wel in Nederland ook het geld met elkaar verdienen. Maar je kan alleen maar inzetten op die sectoren en die gebieden waar je euro het meeste return, zeg maar, krijgt. Als je ook een plan hebt voor die gebieden en die groepen waarbij dat minder het geval is. En dat hebben we natuurlijk nagelaten. En daarom zitten we met Afgehaakt Nederland. Misschien is het tijd dat u de leiding in uw partij overneemt. Dank u. Nou, ik dank u hartelijk. Heeft u toch wel het idee dat we dit tij kunnen keren? Zeker. Ja? Ja. Als romanticus? Helemaal optimistisch. Ja, oké. Okay, hartstikke goed.